Hoe groot is het gebrek aan vertrouwen in de politiek? Nou, deze man is zijn vertrouwen alvast in de politiek helemaal kwijt. Nederlandse politiek, ik ben het vertrouwen in jullie helemaal kwijt. Dat kan je ermee doen, wat mij betreft. Misschien is die man de uitzondering. Um, en ja, de vraag is natuurlijk: is het werkelijk zo erg gesteld met dat vertrouwen? Hè? Is er sprake van een Europese vertrouwenscrisis? Op basis van het Eurobarometer-onderzoek blijkt inderdaad dat het vertrouwen van de Europese burger in zijn of haar nationale parlement niet zo heel hoog is. Slechts 28% van deze burgers geeft aan vertrouwen te hebben in dat parlement. En 65%, jawel, maar liefst 65%, zegt geen vertrouwen te hebben. Maar goed, jullie zijn natuurlijk eerder geïnteresseerd in Nederland dan in het gemiddelde van Europa. Nou, Nederland, en dat is heel interessant lijkt een beetje de positieve uitzondering te zijn. In Nederland heeft 54% van de burgers vertrouwen in de Tweede Kamer en 40% zegt geen vertrouwen te hebben. Oké, okay, goed. Maar misschien is het zo dat dat vertrouwen heel erg geëvolueerd is door de tijd heen. Dus genoeg over Europa, laten we nou eens inzoomen op. Nederland. En het voordeel van die eurobarometer onderzoeken is dat we al sinds uh, het einde van de jaren 90 hebben gegevens en dan kunnen we dus kijken hoe dat, dat vertrouwen in de Tweede Kamer is geëvolueerd. En dat is heel interessant, let u vooral op de gele lijn. Hè? De zwarte lijn gaat over de tevredenheid met de democratie, die is onverminderd hoog. De gele lijn gaat over het vertrouwen in de politiek. Super interessant. We zien inderdaad dat in de jaren 90 is het vertrouwen vrij hoog is, dat is logisch. Want de economie doet het dan vrij goed. Er is een goede economische groei. De kabinetten die dan aan de macht zijn, de paarse kabinetten, zijn stabiel. Dit waren als het ware de politieke hoogdagen van de recente Nederlandse politieke geschiedenis. Aan die hoogdagen komt abrupt een einde in 2002. Dat weten jullie natuurlijk ook allemaal. Dat is de komst van Pim Fortuyn. Niet alleen de komst van Pim Fortuyn, maar uiteraard ook de moord op Pim Fortuyn. De tumultueus verlopen verkiezingen van 2002 en na die verkiezingen het duurde 67 dagen om de regeringkabinet eh, bakken in de 1 te vormen, maar 86 dagen later was die regering alweer gevallen. Ja, dus een periode van politieke instabiliteit. Niet alleen dat, ook nog een lagere economische groei, de moord op Theo van Gogh en snel opeenvolgende kabinetten. Eh, maar dan in 2007 zien we weer dat dat vertrouwen stijgt. En vanaf dan zien we een aantal piekjes. In 2007 heb je de vorming van dat kabinet Balken en de Vier. Eerst verkiezingen van 2007 en dan kabinet Balken en de Vier met de 100-tagen-toer. En dat lijkt er al vast op dat dat kortstondig het vertrouwen heeft verhoogd. Goed, dat is één piek. En dan verder zien we nog een piek in 2010. Verkiezingen van 2010 is dat. Een klein piekje... In 2012, het kabinet Rutte 2 heeft weinig zoden aan de dijk gezet. En dan is er nog één piek die overblijft, en die heb ik nog niet verklaard. En dat is de redding van de banken door Wouter Bos. Na die periode van 2007 zien we dat het vertrouwen structureel wat lager lijkt te zijn, het gaat wat meer fluctueren. Dat heeft ook te maken met de economische crisis. Een economische crisis is meestal niet zo goed voor het vertrouwen in de politiek. Behalve dus als je banken gaat redden, maar dat kan je uiteraard ook niet elke dag doen. Goed, wat leert dit ons? We hebben een stevige bodem. Want eigenlijk, zelfs in die periode van de economische crisis, is het vertrouwen in de Tweede Kamer in Nederland nog altijd hoger dan het gemiddelde van die Europese lidstaten. Waar ligt dat aan? Nou, uit onderzoek van Tom van der Meer blijkt dat dat te maken heeft met de kwaliteit van de dienstverlening van de overheid, van de ambtenaren als het ware. Je zou het misschien niet zeggen, maar je mag best wel trots zijn op het Nederlandse ambtenarenapparaat. Dat is dus de stevige bodem van het vertrouwen in de politiek in Nederland.